dat mag echt als symbool ook staan voor de fase waar we nu in gaan. Het denken is nu afgerond, het doen. We gaan nu aanpakken met de regio, met deze strategische agenda, met de vele bedrijven en organisaties die aangesloten zijn. Het is tijd om te starten. En waar kunnen we dat beter doen dan hier op het erf van de Erik van Veldhuizen? Nou, daar zitten allemaal veranderingen in de Europese regelgeving. Maar vanuit Food Valley zijn we bezig met ook lobby in Brussel om ook ruimte te krijgen om hier veranderingen te brengen. Nou, die wetgeving die gaat allemaal veranderen in de komende tijd. Maar dan is het ook zaak om met producenten van zowel die larven als veevoederproducenten, als boeren zoals Erik, te kijken, kunnen we het voor elkaar krijgen om dit soort experimenten op te zetten? Want hoe mooi zou het zijn als wij hier in deze regio, met ondernemers hier, dit soort producten zouden kunnen produceren met gesloten kringlopen, met nieuwe duurzaamheidsconcepten. Dat is de kern van waar ook de regendeal over gaat en wat we hier willen bereiken. En daarom is het goed om hier ook gewoon eens eventjes aan de voorkant, want het loopt allemaal nog niet, eens eventjes kennis te maken en eens te kijken hoe dat gaat. Ophouden. En ik heb ook de gedeputeerde alles aangeboden als ik iets over Food Valley moet vertellen, bijvoorbeeld in het kader van de regendeal of wat anders. Altijd bereid om in de Statencommissie om iets te vertellen. We komen er niet goed uit. We moeten gewoon de plaats van de plaats.